soldaat Pummelmans. Ik heet wel Mortier, majoor. Kijk, Antoine Pummelmans. Op die manier nemen die bruine loeders jou te grazen. Jij gaat zo'n kampinghut binnen, zo'n reiskakker staat naast de deur. Dus wat gebeurt er? Dus hoe doe je het wel? Ze staan naast de deur, dus dat doe je eerst. Zo. Die kunnen dan in ieder geval geen merdeka meer roepen. Merdeka. Sergeant Major. U legde de klemtoon verkeerd. Nu is het dan eindelijk zover, mannen. We zijn op weg naar Indonesië. Deze dagen en de eerste weken zullen als een roes zijn van voortdurend nieuwe indrukken, nieuwe ervaringen. Toch is het goed om in deze roes een ogenblik stil te staan en ons te bezinnen op het waarom van deze reis. Waarom jij en ik als soldaat op weg zijn naar de tropen. De boerenzoon uit Wolvenga. De slagersknecht uit Rotterdam. De student uit Utrecht. Een staalkaart van ons volk zoals het leeft en werkt, denkt en zorgt. Enkele maanden geleden zijn we bij elkaar gekomen. Burgers die zich melden bij een kazerne, gekomen uit alle delen en lagen van ons volk. In de korte tijd dat wij gelegerd zijn in een doorgangskazerne, vindt de eerste noodzakelijke verandering in ons plaats. Jij liet ze zwaar toe, ik zie niks, helemaal niks. Kan ik allemaal lessen zwaar toe? Vast heb ik aan te waaier. En toen ga ik liaten. Tapi kan Gabisa liat geest, hoe weet je dan waar die is? Hoe weet je dan kalau geest ada? Sst, kamu gak boleh bicara kayak gitu tentang hantu. Nanti nenek kembali tambah marah. Oroeg, ik het daar goed. Jongen, kamu bikin nenek kembali tambah marah. Itu tidak bisa. Nenek Kombel itu perempuan. Perempuan tua yang jelek. Dan dia ada di pohon-pohon. Tapi toh ik lihat dia. Dia berjenggot. Pergi barek sekarang kita pulang. Oh.
Sana. Cavoli a ti tu e tu di sana. Ma c'è fatto a bimreca. Bucanguna guna depo. A bila naka naki tu. Jij blijft morgen de hele dag op je kamer, heb je dat begrepen? Geen stap uit ons huis. En ik wil ook niet hebben dat je nog met die kampongjongen omgaat. Die heeft een slechte invloed op je. Maar papa! Nee, ik wil er niets meer over horen. Jangan main lagi sama anaknya Tuan Tenber. Juga jangan ke rumah besar itu. Di sana kamu hanya dapat pikiran-pikiran aneh. Ya, Pak, tapi... Tidak, Bapak tidak mau dengar ceritamu lagi. J-A-A-P. En dat wordt? Ja. Goed zo, en? G... En dat wordt? Gijs. Goed. En dan? 10. Ja, heel goed. En als je nou de J van Jaap weghaalt, welk woord krijg je dan? Jaap. Aap. Heel goed. Schrijf dat maar eens op. En als je de G van Gijs weglaat, wat krijg je dan? Johan. Wat was dat? Dekat tetap saudara. Johan, wat ben je aan het doen? Saya lihat bulan, babak. Wat zeg je? Saya kijk naar de bulan, babak. Ik versta je niet. Je bent een Hollander, jongen. Spreek dan ook Hollands. Ik kijk naar de maan, pap. Maan. Goed zo. Ga maar slapen. Laat rusten. Zeg, luid. Hoe wist u dat eigenlijk van Merdeka, ben er geboren? Ja, echt? Ja. Ja. Ben benieuwd wat ons daar te wachten staat. Ja. Het is het mooiste land ter wereld. Dan komt de dag dat we erheen gaan. Aardige mensen, lekkers te eten. Allemaal soorten vruchten, saté's, pisang goreng, pisang wat, gebakken banaan. Eten ze dat? Ja. Jij straks ook, reken maar. Niet gemakkelijk zijn, want datgene van het prachtige, grootse land, wat jij te zien krijgt, is niet altijd het mooiste, het beste. En je zult begrijpen waarom jij naar Indonesië moest. Zie je,
Er is heel vroeger een basis geweest. Een hechte basis van rechtszekerheid, rust en orde. Door de inval van de Jappen en wanbeheer van diezelfde heren is deze basis radicaal uit elkaar gestaan. Het mooiste land ter wereld. Hey, gebakken banaan. Pisang goreng. Zo alles hebben geregeld. U heeft opvang? Goed, dan denk ik dat ik nu alles heb genoteerd. Dan wens ik u heel veel sterkte. Dank u. Dag. 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 Lida. Johan. Dag. Er is ook veel gebeurd. 8 jaar is een lange tijd. Hoe lang ben je er al uit? Uit het kamp? Ik heb er nooit ingezeten. Ik dacht dat de Jappen iedereen hadden opgepakt. Ik ben de dans ontsprongen. Ik kon onderduiken. Maar je ziet er goed uit, zeg. Ik zoek papa. Ja, die heeft hier gezeten. Kom eens mee. Ach. Morgen, juffrouw Banning. U zocht ik juist. Dit is Johan ten Bergen. Hij heeft met jouw vader in kamp Struiswijk gezeten. U bent zijn zoon. Mijn naam is Van Amerongen. U moet mij nog kennen van vroeger. Ja. Oom Chris. U moet even meekomen naar onze kamer. Valérie moet u zien. Dat zal er goed doen. Gaat u mee? De Jap heeft ons allemaal klein gekregen, Johan. Jouw vader heeft iets gedaan wat wij niet meer opbrengen. Hij is weggegaan uit Batavia. Waarheen? Weten we niet. Waarschijnlijk terug. Wat? Naar de onderneming? Lekker bond, Jatti. Maar dat is levensgevaarlijk. Ja, ze zeggen dat het vijandelijk gebied is. Dat de TNI het controleert. Jouw vader zei, zo gauw we bevrijd zijn, ga ik terug naar Kubond Jatti. Het gekke was, de laatste tijd had hij het steeds vaker over je. Valérie, kijk eens wie hier staat. Johan. Dat is de zoon van Hendrik. Waarom ben je teruggekomen? Valérie, dat zie je toch? Nee, dat niet alleen. Ik verlangde ook terug naar Indië. Naar dit land? Valérie, toen nou, hè? Valérie. Eerst de Jappen, dan extremisten met hun rood-wit. Ze willen ons weg hebben. Ze is een beetje in de war. Dat komt door het kamp. En dit hier. Waar gaan we naartoe? Kabon Jatti. Kabon Jatti? Zit met de oude heer. Oh, dus de luitenant heeft verlof gekregen. De luitenant heeft verlof genomen. Stop eens even. Zeg Twan. Ik ga hier alleen verder nu.
luister nou. Als ze vragen waar ik ben, dan zeg maar dat ik een afspraak heb met mijn vader. Ik ga met u mee, luitenant. Kan ik niet van je vragen, jongen. Ik bedoel, we mogen hier eigenlijk al helemaal niet verder. Samen uit, samen thuis. Ik ben toch een chauffeur. Twan. Jij blijft nou hier. Ik ga langs de oever van het meer naar boven. Jij dekt me van hieruit. Dat kan. Kijk maar. Nee, dat is toch... Dat is het huis wel op je foto. Ja, dat is Kabanjati. Als ik over nu nog niet ben, dan ga je gewoon terug. Nee, maar dat kan toch niet? Kwartier. Doe er wel één keer wat je gezegd wordt, ja? Hey, pisang goreng. Pisang goreng. Angkatangan. Angkatangan cepat. Stand di kepala. Jalan ke sana. Oh. Vader? Vader!
Leven de koningin! Hoera! 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 Teppo. Ben je er blij mee? Ja? Staat je tip-top. Kam geen raas, liet je rang die pakket. Se umuri dupu, kamu tida bisa beliba rang se bagusini. Tentu saja, Tuan Tenberg. Kamu boleh pulang, eh? Hari ini juga hari pesta untuk kamu. Terima kasih, Tuan. Ya. Kijk eens. Ja, Tuan. Zij hebben een keer tentara in een... Kan die nou overspelen, beetje geëgaliseerd. Alle auto's gaan eraan op die manier. Er is niks meer aan te doen, het spijt me. Het kost een week, weet je dat, om het te repareren. Zeg, wat doe jij met die thee? Of ga je ook over op quinine? Valerie? Dank je. Nee, de prijzen van de thee zijn uitstekend op de veiling. Op de koningin. Op de koningin. Waarom zou ik overgaan op quinine? Excuseer me een moment. Zeg, Hendrik. Die Lida. Ja? Dat is een kittig vrouwtje. Is al lang in Indië. Een paar jaar, ze heeft een pension in de stad. Oh. Ze geeft Johan bijna eens 2 keer per week. Kijk eens hoor, wat een grote, die kan goed vechten. Zet hem maar die Sanne. Nee, niet bij die slok. Dan kan ook in. Wat doen we daarmee? Zet hem maar gewoon hier neer. Ja, pergi. Dat kan niet toch niet? Ah, wat pikt dat? Hij is wat eng. Oh, kijk eens dat kikkertje. Johan, maak je niet zo vies. Kom. Poeg, poelang. Juffrouw Banning. Mocht Johan naar zijn moeder vragen, dan is ze ziek in Holland. Jij bent de beste danser, Johan. Doe het goed, die show voor jou. Mensen, we gaan zwemmen! Hij is Teppo! Ali! Pangeel Teppo! Ja, Tuan. Ze die jacke hebben een handdoek. Ja, ik zie handdoeken! Dan sjap kan mobiel de pan. Dan sjap kan juga minuman. Dan pak naan, Ali! Kom! Zwemmen! Allee, zwemmen! Ze lagen hier door. Lagen hier? Ja, tip top idee! Maar het meer is behekst, papa, en hij komt wel. Houd toch op met die onzin, Johan. Maar Oerug zegt dat er allemaal geesten wonen. Vraag maar een deppel. Deppel! Gedraag je, Johan. Alsjeblieft, zeg. U danst erg goed, je verbanning. Kalong. Seharusnya senyum kecil sudah tidur. Kosong. Dat is echt Valerie. Is het fair? Chris, laat eens zien hoe lang je dit keer onder water kan blijven. Moment. Valerie. Daar gaat hij. Ik zou het niet doen. Wacht even. 1, 2. Nu! 5. Zeg, loopt toch een loge wel? 7. Weet wat je zegt, Verbeek? Dit fortuintje is een hoogstpersoonlijk geschenk van de regent van Sumedang. Zo. Radhan Adipati Surya Kusuma Adinata aan mijn grootvader Jan. Het is een familiestuk, ja? In die betoelbegwaarde hand toe eier die daar aan eier in die.
Appa, bisa, pegang air begitu saja. Tidak ada, Sinyo. Yang ada hanya tumbuhan air. Kalau kita menyelam terlalu dalam, tumbuhan air akan menjerat kaki atau badan. Dan kita tenggelam. Jadi tidak ada hantu air? Nee, papa, kom terug. Rustig maar, Jochiek. Nou, rustig maar. Kalm maar. Vooruit, kom. Rustig, Johan. Kalm, hè? Neem een slokje water. Kom, neem een slokje water. Rustig, ja, ga maar. Kalm maar, rustig maar. Sorry, meneer. Ah, fijn dat u gekomen bent. Ja. Hij is al 3 dagen zo. Oh, jongen, je bent helemaal warm. Kom maar. Waarom huilt u zo, papa? Wat is er gebeurd? Zie het als een nare droom, jongen. Die voor jou goed is afgelopen. Teppel? Waar is Teppel? Teppel heeft jou uit het water gehaald. Teppel heeft je leven gered. Weet je dat? Maar waar is Teppel nu? Teppel is... Teppel is dood! Teppel maakt die! Onzin, Johan, alsjeblieft. Niks. Nee, kom wel. Je bent een Hollandse jongen. Nee, kom wel, bestaat dit. Depo is in de waterplanten vastgeraakt. Het is niemands schuld, Johan. Wel waar, het is mijn schuld. Onzin, het is niemands schuld. Depo. Depo is een held. Depo is een held. Luister, Johan. Oeroeg. Oeroeg komt afscheid nemen. Hij gaat verhuizen naar Darsala. Nu zijn vader er niet meer is, hebben wij het huis nodig voor een nieuwe mandoer. Zeg dag tegen Oeroeg. Nee! Goed nou. Johan! Johan, rustig! Kalm! Rustig. Kalm. Ja. Neem een slok water. Goed zo. Di kebun jati dengan pembantunya. Vergeef ons, Tuan Belanda. Vergeef ons dat wij in opstand kwamen. En bedenk dat de eenvoudige Javaan
ons smeekt om weer orde en rust te brengen. En in dat licht moet ook het offer dat Hendrikus Johannes ten Berge bracht met zijn leven gezien worden. Van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat jullie hem niet tegengehouden hebben. Je kent je vader toch? Als ik een half uur eerder was geweest, zou hij nu nog leven. Onderweg naar Kurvanjati ben ik bedreigd door de man die waarschijnlijk vermoord heeft. Hij hield me onder schot, maar ik heb zijn ogen gezien en een stuk van zijn gezicht. En? Ik weet bijna zeker dat het Oorlog was. Oorlog hield erg veel van jouw vader. Nee, hij hield erg veel van jou. Ik dacht dat misschien weet jij waar hij is. Hij moet hier ergens zijn, ik heb hem gezien. Ik weet niet waar ik hem zou moeten zoeken, Johan. Lida, ik moet hem vinden. Ik heb niets meer van hem gehoord sinds de Jappen kwamen. Het schijnt dat hij op Oost-Java zit. Lieve Johan, toen jij in Holland was, zijn de dingen hier anders geworden. Minder eenvoudig. Ik was aan het bedenken hoe ik je uit handen van de krijgsraad zou kunnen houden. Hoewel je wat mij betreft onmiddellijk veroordeeld mag worden. Ik dacht dat mijn vader een levensgevaar was. Dat begrijp ik, luitenant. Ik denk dat ik zijn moordenaar kan vinden. Daar hebben wij politie voor. Wij zijn hier niet om moordenaars te vangen. Ook niet als die van de TNI is? Vertel daar eens wat meer over. Hij zou ons kunnen helpen. Als je hem tenminste kan vinden. Ik zal hem vinden. Ik bedoel, levend. Als hij dood is, hebben we niks aan hem. Dat begrijp ik, majoor. Dan begrijp je ook dat ik een volledig rapport over jou naar het hoofdkwartier moet sturen. En dan moet kolonel Van Dalen maar zien wat hij ermee doet. Dat is jammer. We laten hier een spoor liggen en ja, misschien kan hij het oppakken en gaat hij met de eer strijken. Dat is leuk voor de kolonel. Jij spreekt de taal van hier, hè? Dat klopt. Goed. Maar je rapporteert alleen aan mij. Ik moet wel mijn gang kunnen gaan. Nee, dank u. Dat doe je toch. Ook als ik het je verbied. Maar ik wil niet dat je alleen gaat. Je neemt een doorgewinterde onderofficier mee. Als u dat per se wilt. Ik wil dat per se, ja. Kokkie, mag ik een koffie? Godverdomme, dat ding is veel te hoog. Jongen. Hij is koud ook, wat doe ik hier? Hé. Hey. Blikje. Ik ga bij jou thuis toch ook niet in de wc staan om op de grond te pissen. Dit is geen bad, dit is een mandibak. Ja? Hij schiet een beetje op, er is werk aan de toko. Ja, ik kom. Mandi.
Morgen, Luik. Goedemorgen, Twan. Goedemorgen. Is het ook een balie, ja? Twee man daar, twee man daar. U zorgt ervoor dat het niet gestoord wordt. Als u wilt weten, heb ik toch een denkluid aan. We doen het op mijn manier, sergeant-major. Afgesproken. Lauwer links. Hey. Kretek rechts. Bruisma in. Alle jongens denken dat je gek bent, Johan. Is dat ook zo? Misschien. Doe je dit nou voor het leger of voor je vader? Doe het voor jou, Tom. Bruisma naast die hutte. Portier. Draai die wagen. Wat doe je? Chocolatje. Boekan. Van die jeep, je bad. Kom maar. Ada apa tuan datang ke sini? Sati? Johan. Siapa dalam gunungamu? Anakmu? Laki-laki? Siapa namanya? Depo. Sinyo Johan tidak baik datang ke sini seperti ini. Berbahaya. Buat Sinyo juga buat kami. Tidak seorang pun di sini bisa dipercaya lagi, Sinyo. Tapi saya masih bisa dipercaya, Sati. Saya bisa percaya. Tapi orang-orang tertentu di sekitar sini, mereka tidak mau melihat Belanda lagi. Mereka bisa berpikir yang bukan-bukan. Sinyo sekarang militer Belanda. Mereka akan menyangka yang tidak-tidak. Ada apa dengan ibumu? Sakit malaria. Tapi sudah dapat jamu dari tetangga sebelah, Pramanda. Mak, Sinyo Johan datang. Sinyo besar. Apa kabar, Sinyo? Dan Uruk juga di sini? Kami tidak tahu di mana Uruk berada. Apakah kakak engkau Tete ini? Jangan tanya saya tentang itu. Saya tidak tahu. Apa dia tahu ibunya sakit keras? Sinyo boleh ambil potret itu. Terima kasih, Bu. Apa dia banyak berubah dalam beberapa tahun ini? Kenapa Sinyo tanya tentang dia? Apa dia bikin sesuatu yang salah? Baiknya Sinyo pergi dari sini. Sati, saya harus bicara dengan Uruk. Tidak ada di sini. Seandainya dia ada di sini, pasti dia sudah berada di makam Bapak.
Pukansala Shapa Shapa. Ik doe het chalakka aan. Kenangan Sinyo mungkin beda dengan kenangan kami. Er is een grote kolonne TNI onderweg. Ze zijn net de Montini opengestoken. Bruinsma, Brenn op de achterste wagen. Lauwe, positie bij de wagen. Zijn ze al ver? Een paar kilometer naar het zuiden, volgens de berichten. Mooi. Mooi, mooi. Niks is hier mooi. Waar is die verdomde plopper die we moeten hebben? Die was er niet. Bruinsma, dekker. Dat pakken we gewoon op een andere van die blauwe apen. Nee hoor. Dat geeft bescherming. Stap in. Stap in! Slamatido, Conjo. Wat is er nou met hem gebeurd? Wat? Kies. Ik heb hier verband nodig, jongens. Ik kan wel wat gebruiken als een noodverband. Nummer 20. Knappe Malavan. Kalian Barappa Orang. Dong. Cerita kan semuanya pada saya. Eh? Siapa komandamu? Nama divisimu? Katakan sesuatu. Eh? Is dat alles? Hij is goed getraind. Waar is je commandopost? Die verdomde giftige propagandazender. Spreekt hij Hollands? Ja. Maar dat verdomt hij. Hollands is de taal van de blanda's, zegt hij. U kunt gaan, luitenant. U ziet er doodmoe uit.
Nog iets van die orders, majoor? Nee, dankjewel. Neem eens wat rust. Appa ara oranjang na manja uru, dalan complicalia. Wat vroeg je aan hem, luitenant? Wat ik hem daarnet ook al gevraagd heb, majoor. Ik vind trouwens wel dat er iemand naar die wond moet kijken. Kom bij de landmacht, wordt de baboe verkracht door een man of acht in de lana. En de luik, die stond op wacht. Jongens, we leven mee, we leven mee. Ben je wakker? Kun je me horen? Alles komt goed. We wachten alleen nog op transport om jou naar Batavia te krijgen. Dan kunnen ze je beter helpen. Heb je pijn? Nonna! Tolong dia. Suda. Saya bukan ali beda. Saya perawat. Dan saya sudah berusaha keras. Kamu bisa kasih dia suntikan? Morfinnya habis. Katanya, kamu punya mata seperti matahari, Nona Rita. Vertel alles wat je weet. De naam van je commandant. De naam van je buitenpost. En dan zorg ik ervoor dat je veilig bent tot alles voorbij is. Ik luister. Maar jij wilt niet praten. Jij wilt de held uit hangen. Hmm.
Blijft hij leven? Ik weet niet. En de andere gewonden, blijft hij leven? Is die toevallig een vriend van u? Ja. Dat is mijn vriend. En nu denkt u dat het uw schuld is. U zou hier niet moeten zijn. Eigenlijk bent u geen militair. Goedenavond. En? Niks? Stop hier onmiddellijk mee. Hier heeft u niets mee te maken, luitenant. Maak u zich geen zorgen, wij voeren gewoon een opdracht uit. Dit is een krijgsgevangene man. Deze man is een plopper. Die uw chauffeur bijna vermoord heeft in een laffe hinderlaag. Verdomme, aan wiens kant staat u eigenlijk? Maak hem los. Wilt u echt dat hem loslaten? Onmiddellijk. Los! Oké, mannen, bedankt. Dit zal ik moeten rapporteren. En de majoor zal er helemaal niet blij mee zijn. Zijn orders waren dat we de gevangenen praten moesten krijgen. En dan geeft u het bevel dat hij dood moet. Ik hoop dat ze jou hier de strop voor geven, van enig gauw. Ik heb gewoon uw opdracht uitgevoerd, luitenant. Weten jullie nog waar de Rijn ons land binnenstroomt? Wel op in, meisje. Goed zo. Hier. Dat is de Rijn. Wel, nee, dat is de Mandiri. Oh ja? Groningen, Hogezaam, Sappemeer, Zoutbroek, Heiligerlee, Nieuweschans, Rode School. Ga ik later overheen vliegen. Kijk eens, papa, mijn rapport. Kom eens netjes over de trap, Johan. Zeven en half zit er zelfs bij. Keurig. Heel netjes. Heel goed, Johan. Zo. Maar Oero geeft ook een rapport, vader. Oh, geef maar hier. Zal ik het ook tekenen? Ja.
10 voor rekenen, oorlog. Mm-hmm. Dat is niet slecht, hè? Dat is helemaal niet slecht. Kan jij mooi boekhouder worden als Johan later de onderneming overneemt? Maar Oog en ik hebben afgesproken dat we ontdekkingsreizigers zullen worden of vliegen neer. Blazen! 1, 2, 3. Goed zo. Kom eens. Weet je, zover als je kunt kijken, jongen, het zal later allemaal van jou zijn. Hoi! Oh, wat prachtig, oeh. Heb je die zelf gemaakt? Oh, knap hoor. Gefeliciteerd. Ja. Alsjeblieft. Dank je wel. Zal ik even voordoen? Ja. Kijk maar. Je verjaardagsgasten, Johan. Dag meneer Hindenbergen. Maar die heb ik helemaal niet uitgenodigd. Nou, vooruit. Wees een goede gast, heer. Kom. Hallo. Gefeliciteerd, Johan. Hallo, Peter. Ik dacht het wordt tijd dat Job eens met gewone jongens omgaat. Dat gehangen die kampong de hele tijd met die oorlog. Bent u wel eens in een kampong geweest? Mm-hmm. Mm. Hou er zo. Jullie weten toch dat die zender verboden is? Ah, luid, ze draait toch ook goede muziek? De volgende keer slinger ik jullie allemaal op rapport. Is dat begrepen? En dan ben jij de eerste, Deelstra. Soldaat, wacht even, wacht even. Even goed inschuiven. Ja? En vergeet dat dit punt niet, hè? Direct aansluiten. Soldaat, wacht even, wacht even. Twan. Hou je taai, hè? Ik kom je opzoeken, goed? Gebakken banaan. Kamu bisa dengar saya? Saya tidak akan menyakitimu. Saya butuh bantuan. Ini Pribadi. Orang itu bekas teman saya. Namanya Uru. Dulu di tegal di Kampung Tosala. Vinden dit een geschikt moment om iemand te ondervragen? Heeft hij misschien iets tegen jou gezegd? En soldaat Martier, ook niks. Misschien kunnen ze hem redden, ja. Ik weet niet. Rita, ik heb hier niks mee te maken gehad. Het was een ongeluk, geloof me. Tuurlijk.
Dit gaat je heel wat beter af, ten Berge. Dan wat, majoor? Inlichtingenwerk. Erg slim ben je niet, hè? Ik had net kolonel Van Daal aan de telefoon en die zei me dat jij een vertrouwelijk rapport over de gevangenen direct naar het hoofdkwartier hebt gestuurd. Dat klopt. Hij zei me ook dat jij daarin zware inbreuk meldt op de behandeling van krijgsgevangenen en om een onderzoek vraagt. Misschien kan ik je van dienst zijn. Wat wil je nou eigenlijk? Oorlog mag nooit een excuus zijn voor rechteloosheid. Zullen we het daarop houden? Wij vechten tegen moordenaars, verkrachters, messentrekkers en jij spreekt over rechtvaardigheid. Je bent een nog grotere kaffer dan ik dacht, ten Berge. Of heb je misschien vroeging omdat ook door jouw nalatigheid die chauffeur van jou bijna de pijp uit is? Sergeant Major, mag ik even? Volgens mij verberg je iets, luitenant. Wat wil je nou eigenlijk echt? Wil je naar huis? Majoor, ik ben al thuis. Thuis is waar ze van je houden. En wie houdt er hier nou van jou? Goed, Johan. Raak hem goed zo, Wouter. Goed, Tom. Oké, sla naar Johan. Kom op, Johan. Kom op, Johan. Hoi, Oeg. Mee dan? Ja, daar is hij, ballenjongen. Ja, een echte ballenjongen. Hé, sla ook eens naar mij. Ja, ballenjongen. Oh joh, pak die bal eens even. Schiet ze een beetje op, joh. Hé, jij daar, heb je bananen in je oren of zo? Pak hem, vlug. Wat bezielt die bediende van jou, joh? Hier kom je uit. Grijp hem. Hij smeert hem. Achteraan. Kom op, we gaan die kant op. Rennen. Kom, hij smeert hem. Achteraan. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Een brief voor mevrouw Rooskens. Alsjeblieft. Heeft u nog een kopje thee? Ja, graag. Goedemorgen, meneer Van Blankenstein. Uw lang verwachte brief. Baskeel, thee? Oh, en deze was voor u, alstublieft. Johan. Moet jij niet naar school? Juffrouw Lida? Ja? Is Oerig minder dan wij? Maar vertel eens, wat is er gebeurd? Oerig is weggelopen van Cabonchetti. En waar is hij naartoe? Natuurlijk is Oeroeg niet minder dan wij. Is een krokodil minder dan een olifant? Een vlinder minder dan een giraf? Nee, ze zijn wel allemaal anders. En Oeroeg is jouw vriendje, dat is het enige dat telt. Oh, orang baru tuh. Daar is Oeroeg. Oeroeg. Je kan niet zomaar spijbelen. Kom, ga mee. Saya tidak bolos. Saya berhenti sekolah. Sekarang saya tani. Wat zegt hij? Hij zegt, ik spijbel niet. Ik zit niet meer op school. Ik ben nu boer. Hou vast. Thank you.
belangrijk dat je leert, Oeroeg. Dat je kunt lezen en schrijven en rekenen. Waarom? Voor je toekomst. Wat is toekomst? Toekomst is dat je later, als je groot bent, alles kan worden wat je wilt. Alles? Alles. Piloot, admiraal, dokter. Oh, admiraal. Of de baas van de theeonderneming. Nee, niet de baas van Kabunjati. Dat word ik al. Luister. De vader van Johan gaat binnenkort voor verlof naar Europa. En dan komt Johan ook bij mij wonen. Leuk! Wat vinden jullie daarvan? Die draag je nooit meer, hè? Ik ben geen mama, Daan. Die das, hè? Niet goed. Papa, die wilde dat ik weer op Kabunjati kon wonen al die jaren. Ja, is beter. En ik dan? Tuurlijk ga ik niet. Ik wil gewoon hier blijven. Skarang, zei je orang dari kota besar. Sympathie, zei jij, ja? En die nieuwe vrouw van hem, hoe is die? Zullen we het daar niet over hebben? Perfect. Ja? Ja. Hou hem maar. Is toch een ouwe. Dank je. Dag. Ik ben Johan. Dit is Karin. Hallo. En dit is Annelies. Dag. Dag. Willen jullie misschien roken of zo? Johan. Geef me wat geld. Nee. Ja, natuurlijk dan. Schiet op. Hé, hey, maar het is tien. Zo, nou, opschieten en wegwezen. Zo. Kom bij haar. Wacht. Gaan we weer uit? Ja. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Jongens, doe nou toch. Ach, doe toch niet zo flauw. En lach nu maar eens gauw. Heus, je kijkt zo nijdig als een spin. Jullie hadden wij morgen een proefwerk. Oeroeg, jij biologie en jij Johan? Meetkunde. Jazeker. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Zie je wel, zo gaat het allemaal beter. Kom, slik je boze lui nu even in. Van een naar de andere hoor je brommen. Ben vanavond de sigaar. En je gaat dan lekker karren. Vlees je op de fiets. Jo! Mas. Saya mau beli tiga. Tidak dijual, tuan. Buat rumah sakit. Oh, oke. Terima kasih.
Hé, hey, Bruinsma, nog nieuws van Twan Metier? Niet dat ik weet, luid. Laat aan het werk? Tja. Wat ben je aan het doen? Maak er sap van. Verboden te roken hier. Oh ja. Wij tekenen er vroeger gezichtjes op. Ja. Zeg, toen mijn vriend Van Mortier helaas lag, toen was de morfine toch op? Maar die sluipschutter heeft daarna wel morfine gekregen, klopt dat? Ik had ergens nog een ampul gevonden. Zat zeker daarin. Hè? Hoe lang werk je al voor de TNI? Ik ben verpleegster. Maar aan welke kant? Als jij me wil aangeven, doe het dan nu maar. Of ga je mij liever aan een boom ophangen? Wie is dit? Dat is mijn bloedbroeder. Ik denk dat hij mijn vader heeft vermoord. En nu wil jij hem vermoorden? Nee. Ik wil alleen maar weten wat er is gebeurd. Ik moet hem vinden. Jij hebt contacten aan de andere kant. Is dit een bevel, luitenant Ten Berge? Nee. Maar je hebt geen keus. Laat rust. Ga u zitten, heren. Ik heb uw rapport met belangstelling gelezen. Net als dat van de majoor en de sergeant-majoor. En ik zal me meteen zeggen dat het bijeenroepen van een voltallige onderzoekscommissie om de zaak uit te pluizen mij een beetje te veel van het goede lijkt. Bovendien zou ik het als verantwoordelijk officier buitengewoon onaangenaam vinden als mensen onder mijn bevel in het openbaar zitten te kibbelen. Vooral wanneer bij een van hen, een jong luitenantje, de blik, laten we zeggen, wat vertroebeld is door de recente en tragische dood van zijn vader. We hebben hier volgens mij te maken met een tweeduidig bevel van u en een eenduidige uitvoering door de sergeant-majoor. Dat is heel normaal in tijden van oorlog. Hier laat ik het bij. Wat jou betreft, Ten Berge, ik ben ervan overtuigd dat jouw niet geringe talenten aanzienlijk beter tot hun recht zullen komen op een of ander opleidingsniveau in Apeldoorn. Daarom heb ik geregeld dat je met de eerstvolgende boot naar Holland vertrekt. Daar komt nog bij dat jouw promotie tot eerste luitenant automatisch bij die aanstelling hoort. Heb ik er nog iets in te zeggen, kolonel? Ben bang van niet. Een heilenswaardige positie. Oh ja. Die oppasser van jou,
Ton Mortier. Die is helaas vannacht overleden. Bezoek jij zijn ouders als je in Nederland bent? Saya harus bantu Tuan. Siapa yang suruh? Nona Rita, karena Tuan perlu bantuan. Tunggu di sini. Er is veel waarover wij moeten spreken. Kom morgenavond naar het Tillaken Hiduin. Je weet wel waar. Daar hoor je meer. Je weet wel waar. Daar hoor je meer. Je bent veilig op ons woord van bloedbroederschap. Oeroeg. Bouwkunde, ja? Maar dit betekent terug naar Holland, niet? Ik ga medicijnen studeren. Oh? Ze zijn hier veel te veel met doekoen, guna, guna en kruidenthee in de weer. Dat ga ik even rechtzetten. Misschien zijn ze wel bang als ik ze kan pottongen. Klik, klik, klik. Oh. Ja, vertrouw ze heus wel. Je bent er even in. Kassie. Ga je naar de gouvernementsdienst? Ik ga later weg van hier. Holland? Hmm. Amerika. Om rijk te worden. Daar is iedereen gelijk. Hey Abdullah, apa kabar? Baik. Bagaimana kamu? Baik juga. Besok ada ujian. Mogen wij twee kip saté? Bilang temanmu, aku nggak ngerti bahasa Belanda. Jangan aneh-aneh. Ayo. Kamu yang aneh. Twee kip saté, ja? Het is stront in je oren. Laba, 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 laba. We halen het wel ergens anders. Hey, matamu yang belekan. Kalau aku jadi kamu, akan kukapur semua badanku. Terima kasih. Die meneer aan de kassa zei dat mijn vriend voor een keertje wel mee mocht. Ja. Nee. Alleen Europeaan. Ja, dat weet ik wel, maar dat er wel eens een keertje uitzondering gemaakt werd. Nee, ook niet als met dat. Nee. Oké, volgende keer weet ik.
Huh? Lukt niet. Nemen we die ingang toch? Ik weet eigenlijk niet of ik zo'n zin heb. Duan, zullen we zijn aan jij? Ja, zeg het al. Ja. Stop op Tarzan. Niet Tarzan, Eugene. Als hij zo goed Engels spreekt, hè, terwijl hij bij de apen is opgegroeid, had hij toch net zo goed Nederlands kunnen leren? Of Maleis? Ja, Maleis. Ga jij maar alleen. Dat ga ik toch ook niet? Nee, ik ga wat schriften, wat pennen kopen, haal ik je straks op en dan drinken we een biertje bij Toyo's. Nou, schiet op straks, is het uitverkocht. Nou, goed dan, tot straks dan, ja. De hoge heren in Den Haag met maar één doel voor ogen, heroveringszucht, waar niets meer te heroveren valt, omdat onze onafhankelijke republiek Indonesië nou eenmaal een feit is. Indonesia Merdeka. Onze republiek Indonesië. Verbaast je dat, Johan? Hoe is het mogelijk? Op de begrafenis van mijn vader iedereen in je onschuld laten geloven, terwijl je... Onschuld? De schuld? Maar waaraan? Ik had het moeten weten. Toen je zei dat je had kunnen onderduiken. Waar is Oeroeg? Wat wil je van hem? Hij zou hier zijn. Zullen we eerst even iets afspreken?
De ene informatie is de andere waard. Johan, wanneer begint jullie offensief? Dat weet ik niet. Je bent officier. Je hebt inlichtingenwerk gedaan. Nee, dat was een speciale missie. Ik ben gewoon bij de genie. Bovendien, over een paar dagen zit ik op de boot naar Holland. Boeken en Catania. Ga zitten. Sigaret? Terwijl je natuurlijk veel liever hier zou blijven. Ik hoor in Indië. Sinds 17 augustus 1945 is dit geen Indië meer, maar de Republiek Indonesië. Ja, geleid door collaborateurs. Jij moet dus een keuze maken, Johan. Niet iedereen maakt dezelfde keuze als jij. Lida, ik heb geen informatie. En had ik het wel, dan hield ik mijn mond. Ik ben geen verrader. Het enige wat ik wil is weten waar Oorlog is. Het is jammer. Baba Diya Kilowar. Je begrijpt dat we je niet kunnen laten gaan. Vanaf nu ben je in handen van het leger van de Republiek Indonesië. God behoede je, Johan. Thank you.
Mijn praktijkervaring als inlander heeft mij geleerd dat vele soortgenoten besmet zijn geraakt met een agressief binnengedrongen virus. En sindsdien lijden aan oogkwalen. Oogkwalen waardoor zij niet meer zien wat er om hen heen gebeurd is en nog steeds gebeurt. Iedere dag. Een fatale oogziekte met als gevolg een slechte ooghangcoördinatie en flexiebeperkingen van de vingers leiden tot slechts één stand van de hand. Namelijk deze. Indonesia Merdeka! Terwijl wij allemaal weten dat met simpele, doch volhardende training van deze flexoren de vingers wel degelijk in staat zijn tot een volledige kromming. Mooie speech. Dank je. Gefeliciteerd. Een ABS-diploma opent de poorten van de wereld voor sommigen. Dag Johan. We hebben je lang niet gezien, hm? Morgen ga ik op de boot. Ik kwam eigenlijk afscheid nemen. Ach, maar dan mis je Oeroeg speech op de universiteit. Sayang Sekali. Ze spreekt nu goed Maleis en ze leert ook je vaat. Om Oeroeg straks te helpen als je onder de bevolking gaat werken. Toch gouvernementsdienst. Bukan gouvernementsdienst. Ik heb jullie hulp niet meer nodig. Je houdt wel je hand op bij Lita. Lita berpikiran seperti kami. Eén van de weinigen. De Rijn stroomt bij Lobit ons land binnen. Maar dat het Ciliwung bij Gunung Gede ontspringt, dat hebben wij niet geleerd. Kun je zingen? Zing dan mee. Dat is het lied dat de gouvernement ons wilde laten zingen. Maar ieder vogeltje zingt ze als het gebekt is. Wilhelmus van Nassau, beheer van Indonesische bloed. Soekarno's zijn wij getrouwen, zijn wij tot in hem doet. Maar als onze mensen dit lied van vrijheid wilden zingen, werden ze opgepakt en verbannen. Eeuwenlang is dit land uitgebuit. Heeft het gouvernement de Desmond dom gehouden, vernederd en onderbetaald. Nou, Oeroeg, dat valt wel mee, hè? Kijk naar je eigen vader. Dat was een mandoer. Durf jij over mijn vader te spreken? Kun je het even ergens anders, Nee. Ik heb geen geheimen voor mijn vrienden hier. Ze mogen alles horen. Ik begrijp nog steeds niet waarom alles ineens zo veranderd is tussen ons. Ineens. Jij zal het nooit begrijpen, Johan. Wat bedoel je? God, wat waren wij blij als we kleren van jullie kregen. Iets te klein, iets te groot, nauwelijks gedragen, net als nieuw. Waarom heb ik jou nooit mijn kleren gegeven als ze mij te klein waren?
Ik begrijp je niet. Wie moet er naar Holland om te studeren? Wie kan Tarzan niet achterstevoren zien? Over die keer in die bioscoop heb ik je al duizendmaal mijn excuses aangeboden. Vergeef me dat dan toch? Vergeven en vergeten. Net als met mijn vader. Nee, Johan. Dat doen wij niet meer. Jouw vader heeft er toch niks mee te maken? Mijn vader heeft hier alles mee te maken. Jouw vader had dood moeten zijn en niet mijn vader. Jij hebt mijn vader vermoord. Maar jouw vader heeft mijn leven gered. Zonder Deppo was ik verdronken. Waarom is je eigen vader niet in het water gesprongen om je te redden? Omdat hij niet kan zwemmen. Geloof jij dat echt? Ja, papa kan niet zwemmen. Deppo, spring in het water, want anders wordt mijn goede pak nat. En zo zijn jullie... Hoe lang kan ik niet moe? Dan tja kan ik hem maar niet, Kusini. Tja. Dag Johan, goeie reis. Dit wordt de mooiste tijd van je leven, Johan. Studeren, drinken, vrouwen. Er zijn goede vrouwen en slechte vrouwen. Kijk uit voor de slechte. Nou, ga je goed. Papa, is er eigenlijk een zwembad aan boord? Ja, tuurlijk. Dat weet u zeker? Tuurlijk weet ik dat zeker. Hoezo? Omdat ik er tijdens mijn huwelijksreis elke dag in gezwommen heb, jongen. Goeie reis. Luitenant Johan ten Berge, kompi ketiga dari Batalion Infanteri, Divisi Desember 7. Kapten Sudiarta, Komandan Pasukan TNI, Divisi Siliwangi. Verleden blijft mij achtervolgen. Mm-hmm. Hoog omhoog, tand om tand. Tussen wie? Tussen mij en hem, tussen vader en Oeroeg. Vader heeft Deppo toch gedwongen mij uit het water te halen. Jij was erbij. Zou jij blijven toekijken als je eigen kind verdrinkt? Nee, toch? Maar wat is er dan gebeurd? Deppo is verdronken. Hendrik dook jou onmiddellijk na en jij werd eerst aan boord gehesen. En toen hij. Hendrik hoefde Deppo niet eens te bevelen. Het bevel zat in Deppo's bloed. Natuurlijk dook hij het horloge van zijn meester achterna. En toen we hem vonden, hebben we besloten dat Deppo een heldendood was gestorven. En dat we de ware toedracht nooit zouden vertellen. Waarom niet? Schaamte. Hoe nobeler zijn daad, hoe dieper wij onze schaamte konden verbergen. Dus vader werd met gelijke munt terugbetaald. Godverdomme, Lida. Waarom heb je het niet kunnen verhinderen? Net zo min als jouw vader de moordenaar was van Deppo, is Oeroeg de moordenaar van jouw vader. Ik heb hem gezien. Aan het meer. De dag dat vader werd vermoord. Maar hij kan het niet geweest zijn, Johan.
Hij is een half jaar geleden door jullie krijgsgevangen gemaakt. Hij zit vast in Bandung. Maar die kan saai, hè? Hé? Dutchman, go home. Zijn wij nog vrienden? Alleen als we elkaars gelijken zijn. Zijn we dat nu niet? Doorlopen! Doorlopen! Niet zolang 12 Indonesiërs net zoveel waard zijn als jij. Deze zuinig op. Smoke aan Kamo Salamas. Tawalatu Tawalana. Ciao de kat de tapsadara.
ik bedoel.